time to roll out. Hallo mensen van Tokraft 10, ik ben Tokraft en vandaag rij ik in mijn Conqueror. Maar normaal denken jullie, ik heb een Engels kanaal, waarom maak je dan in godsnaam een Nederlandse video? Nou, ik had daar gewoon eens een keertje zin in, eens een keer iets anders. Hij vraagt wanneer we opnemen. Ja, nu dus al, maar goed. En deze episode rij ik dus mijn Conqueror. Dat is de tier 9 Britse heavy tank. Die heel erg OP is als hij de goede gun heeft. En ik moet die wel nog hebben. Maar dit ding is super, super goed. Het enige nadeel aan dit ding is dat hij niet zo'n hele goede armor heeft ten opzichte van de andere tier 9 tanks. Maar dat maakt niet zoveel uit, want deze gun heeft een super goede rate of fire en een super goede penetratie. Maar als ik de tier 10 gun koop die hierna komt, die kost 60.000 XP en daarmee is de rate of fire 8,23 seconden. En die zal dan 400 damage schieten, dus dat is echt sick. Maar wat je dus nooit moet doen met de Conqueror is vertrouwen op zijn armor. En dat zal vast en zeker hier te pas komen. Ja, niet te pas komen, want we moeten hier naar boven over deze soort van lijn, een sand river. Om onze gun natuurlijk naar de enemies te richten, maar als we onze turret zo naar boven laten komen, zie je dat er twee, dat kan natuurlijk niet meer laten zien, maar je ziet dat er twee van die soort van wangen zijn op de turret die heel makkelijk te penetreren zijn. Dus daar moeten we eventjes mee opletten. Mijn gespot. Dat is een AT-7. Ik weet niet of ik die vanaf de voorkant kan penetreren. Kijk, daar hebben we het al. Gelukkig schoot hij met een heat shell, anders zou hij nooit zo weinig damage hebben gedaan. Je ziet waar hij gewoon, die ging blasten gewoon recht door de turret. Dus zoals je ziet, de armor van dit ding is totaal niet te vertrouwen. Maar als je eenmaal de goede gun hebt, dan ben je echt bijna onverslaanbaar. Kijk, nog een schot in de SU. Ah, die is al weg. Die SU heeft slechte armor, dus ik heb een grotere kans om hem te penetreren. Oeh, auto. Ricochet. Ik had meer verwacht, maar goed. Had ik hem zeker net ook op zijn neus geraakt of zo. Oké, voorzichtig. SU. Schiet! Ah, hij raakte me weer. Het lijkt een beetje helaas, maar goed. Even kijken. En Willem die doet het best goed. Hij heet eigenlijk Max, maar hij heet Willem in World of Tanks. En hij heeft een 112. Dat is een Chinese premium tank, tier 8. Helaas heeft hij zelf nog geen tier 8 tank zelf verzameld. Maar dat komt wel. Dus even kijken. Oh, ik heb het weer, denk ik. Als de tier 9 autoloader. Dat is een Franse tier 9. Dat was niet slim van me. Kijk, gewoon hup in de wang. Zonder enige moeite. Dit is echt het nadeel van de Conqueror. Dit is echt geen goede positie voor deze tank. Dus ik ga gewoon een andere positie zoeken. Want hier zal ik waarschijnlijk niks bereiken. Dus ik moet wel omdraaien. Hier zal ik, oh ja, inderdaad. Hier een wegrijden heeft ook niet zoveel zin. Dan komt mijn tank naar boven, word ik van achter beschoten. Dus. Nou, zij gaan ook toevallig weg. Dat is wel heel toevallig. Terwijl dat ding, die 112, eigenlijk super goed bestand zou moeten zijn tegen de tanks die daar staan. Die is zo'n goede turret armor, dus ik snap eigenlijk niet waarom hij niet weggaat. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. De game ziet er sowieso niet heel al te best uit. En daar gaat weer een van onze tanks. Oh ja, als ik tegen toen een prototype, dat is niet zo gek dat hij daar niet goed wordt. Ik zit een beetje vast hier. Ja, ga maar terug doen. Ik zal even kijken. Ik zal even kijken hoe ik. Oeh, ik ben weer de autoloader. Ik vind het echt een beetje vervolgen lijken, met zo'n super lange snavel. Maar goed. En daar gaat onze jacht van. Nou, deze game ziet er niet al te best uit. Dat is alleen maar omdat ik mijn spel kunnen doen. Nee. Alleen maar omdat het een stomme matchmaking was.
Zoals je ziet ben ik een beetje dom bezig hier. Ik sta daar op die bom. Ik hoor precies op zijn deur. Het zit een klein weak spotje daar. Ah, nee. Dat is zonde. Kijk, zo doe je dat. Op die turret zitten dus wat weak spotjes en dat wist ik. En door deze hoge penetratie van het kanon kon ik er heel goed gebruik van maken. Dus deze keer liep het goed af, maar mijn levensliefde loopt het niet zo goed af. En dat is echt de zwakte ook van de Conqueror. Want in de Conqueror heb je dus heel veel geld nodig. Want het repairen van deze tank kost echt ziek veel. Nou, ziet er goed uit jongens. Goed gedaan team. Nou, rijdt hij net naar achter. Jammer. Daar, weer een schot in een. Enemy armor is damaged. They're knocked down. Zo. Track hit. Zo doen we dat. Alleen, zoals je ziet, is deze tank ook erg zwak tegen artillery fire. Dan heeft het op één plek blijven staan nog niet zoveel zin. Dus ik zal moeten ergens heen moeten bewegen, maar. Ik weet nog niet wat. En kijk, dat was ook niet slim dat ik die boom nu net omrij. Maar deze game ziet ernaar uit dat het niet echt meer gaat winnen. Klein tier 7 medium tankje zal er nog wel bij kunnen, hè, voor deze. Kijk of ik wat schoten op hem heb, maar daar is de AT-7. Oh, ik kan hem gewoon in de volgende beter treffen. Maar hij heeft een ander kanon dan ik heb. Maar zoals je ziet ben ik ontzettend. Ja, dit was te verwachten. Nee, 75 natuurlijk. Maar goed. Ik denk dat Max en ik gewoon nog een game gaan doen met de Conqueror die 8. Want het had beter gekund als ik niet zo'n slechte positie had gekozen. Het had veel beter gekund. Want dit was ook niet echt een goede map voor de Conqueror. Je moest je hele tank naar buiten brengen om jezelf om schoten te krijgen op de enemies. Waardoor je zelf ook makkelijk beschoten kon worden. Dus we gaan even naar een andere game toe. Nou fijn jongens, hier is die weer, de Conqueror. Net uit de battle. Dan gaan we eens even kijken naar de statistics van die game. Nou, zoals je ziet, het was niet echt een super game. Maar ten opzichte van mijn team met een gunnetje dat maar 230 damage maximaal als alpha damage schiet, is dit echt geen slechte battle. Maar hier zie je al meteen het nadeel van de Conqueror. Kijk naar die repairing costs en naar die ammo costs. En het wordt alleen maar meer met die tier 10 gun. Maar die gun is ook wel echt super. En die ziet er dan zo uit, zoals je hier ziet hem op het plaatje. Ik heb hem op de testserver gespeeld, dat is echt een sick ding. Die wil ik echt graag hebben. En ik heb net de turret gekocht vanochtend. Dus ik denk dat we gewoon nog een battle gaan doen. Want ik vind de Conqueror zo'n fijne tank. Is zo flexibel. Zo'n goede rate of fire. Dus we gaan beginnen. Oké, daar gaan we. We zitten op Murom Vanka. Weer een prachtige matchup. En zoals je ziet. Dit is echt een perfecte map voor de Conqueror. Niet te veel. Obstakels waardoor je je tank te ver naar buiten moet brengen zodat je niet snel geraakt wordt. En ik heb een perfecte plek voor deze, die was met de carnival, was die ook echt chill. Dat is de tank die voor deze kwam. Toen kon je de turret armor van dat ding gebruiken, want die turret armor was super goed. Die kon je gebruiken om dus je enemies te laten bouncen. En dat is hier op dit bergje zo. En daarop is een soort van helletje waardoor je ze naar boven kunt rijden. Oh, er werd een scout neergeschoten, dat is mooi. Nu hebben zij hun vision, zoals dat heet, zijn ze nu kwijt. Maar goed. Als ik op deze positie goed kan krijgen, en ik moet wel oppassen, want er is één arty aan de enemy team. En die kan mij dus echt vreselijk hard toetakelen en ik ben gespot. Dus nu weet de enemy al wat mijn plan is. Maar dat maakt niet zoveel uit als ik goed een armor kan engelen, dat soort dingen, kan ik heel goed tot stand komen in deze game. Even oppassen wat die SU gaat hier doen.
Ik wil zelf ook erbij natuurlijk. Kom, hij schuif ze even op. Laat de Conky er even bij. Kijk, dit is al niet goed, want ik expose te veel van de tank. Nee, dit is echt niet goed. Die SU moet echt weg. De eerste schot. Er zit precies zo'n stom randje waardoor ik niet goed kan kijken waar niet goed mijn gun depressie kan houden. Wat ga je doen? Oh, gelukkig dacht dat je me wilde gaan beschieten, meneer SU. Maar gelukkig. Ah nee. Een beetje oppassen. Blindshot, die is er zeker in gegaan, dat weet ik 100% zeker. Oh nee! Ik ben gespot, dus ik ga even naar achter toe. Zo'n moeilijk Sixth Sense op deze tank, kan ik precies zien wat er allemaal gebeurt. Maar ik zie dat ik ook niet zoveel opties heb als ik dacht dat ik had. Dus kijk, ik wil van mezelf erbij te houden om überhaupt een mooie schot op de IS-3 te krijgen. Shot. Oh, spot. Naar achter. Ik denk dat ik even hier ga staan, bij dit bosje. Word ik minder snel gespot en ik denk dat ik dan minder gundepressie nodig heb om die enemies te pakken. Kijk, ik zit ook meteen helemaal open in het veld, dus daar moet ik ook mee oppassen. Critical hit. Oh, lucky bastard. Kijk, want dit bosje die beschermt mij tegen gespot krijgen. Je hoeft niet per se in het bosje te staan, zoals vele mensen denken, maar erachter staan helpt ook. Dan neemt je camera rating hem iets toe. En zoals je ziet heb ik een camouflage net en binoculars erop gezet. Dat betekent dat ik sneller enemy tanks kan spotten. Ah, dat is jammer dat het zo is. Dat had ik veel meer succes gehad. Ze proberen te advancen van die side, maar dat gaat niet lukken. Van die kant, dat gaat ze niet lukken. Dus die IS-8 nu een beetje uitkijken, want die is een van onze tier 9 tanks. Dus die zal wel... Enemy is hit! Eén schot in hem en is hij dood. En laat... Ah, niet snel genoeg. Ik dacht, zou ik nog schieten? Ik dacht bij mezelf, nou dat doe ik maar niet. Ik had niet echt het gevoel dat dat veel zin had gehad. Maar ja, misschien was dat ook wel mijn enige kans. Maar ik vind het wel mooi geweest hier op deze berg. Ik ga hier om die berg heen om hen te helpen. Want zoveel zin had dit niet eigenlijk. Nou, de IS is dood in ieder geval, maar die E75 is supergoed. Dus ik ga proberen... Holy shit. Dat was echt een prachtig archieschot. Dat was echt een prachtig artieschot. Dat was echt een prachtig artieschot, maar ja. Nou, ik heb nog niet zoveel damage gedaan. Ik heb minder gedaan dan ik had verwacht in deze map, eerlijk gezegd. Maar er kan nog wel veranderingen komen, want daarachter staat nog een Borsig. Zo'n tank destroyer met weinig armor. En daar is de IS-3 en daar is de Borsig. Zo. Dus even kijken. Ja. Kill mogelijkheid. En natuurlijk bounce hij dan weer op zijn turret. Nou, die Borsig staat er ook nog. Die kan ik dan natuurlijk weer niet raken. Gelukkig bounce er iets op me in plaats van dat het, ik denk dat die jachtpanzer was eerlijk gezegd. Want die panzer SFL zou toch wel makkelijk door me heen moeten zijn gegaan. Met zijn supergun. Even kijken of we nog iets kunnen doen als we hierop gaan. Dan is mijn hull ook iets beter beschermd. Ik denk dat het tijd is om erin te gaan. We moeten aanvallen, anders gaan we niet winnen. We moeten aanvallen. Oké, ik moet wel een beetje oppassen dat ik niet vanaf de zijkant vanaf het bos geraakt word of iets.
Maar ik heb volle levens en ik heb een goede rate of fire. Dus ik zou niet weten eigenlijk waarom we dit zouden gaan verliezen met mij en mijn team. Dus even kijken wat we kunnen doen. En een paar van die enemies waren op hele lage levens. Dus even kijken wat we kunnen doen hier. Die is één schot voor mij. Oeh, daar is een jachtpanter. Recht voor mijn neus. Enemy armor is hit. Beetje angelen. Penetration. Daar is mijn fire support. Enemy vehicle destroyed. Mooi. Daar is de AMX. Die rijdt de berg op, maar die IS-3 is ook hier nog ergens. Daar is die, die gaan we eerst pakken. Got him. Mooi. AMX, en die is ook dood. Dan hebben we nog een Panzer SFL en een GW Tiger. Nou, die zullen niet moeilijk te zijn om te vinden. Kijk, daar is de SFL. Engel heeft in dit ding toch niet zoveel zin, dus had ik net zo goed gewoon. Nu moet ik wel draaien. En daar is toch weer Tiger. Oh, nou, lucky kill. Kunnen we hem nog pakken als ik genoeg. Oh, clutch shot. Ah, jammer. Goed gedaan, type 59. Kijk, dit is een hele prachtige battle in de Conqueror. Nu zie je echt waar de Conqueror een prachtige tank is. De rate of fire is echt super. Echt super. En zoals je ziet, als je goed slim speelt en tactisch speelt, zie je dat je je tank niet eens naar buiten hoeft te halen om überhaupt goed damage te maken. We zijn niet als bovenste geëindigd. Wow, die Art die was echt goed bezig. Maar goed, je ziet echt dat het echt een prachtige battle was. Ik heb geen één leven verloren, op mijn hele tank niet gedamaged. En dat is echt een prachtig voorbeeld van hoe je de Conqueror moet rijden. Zo, dus ik hoop dat jullie iets gehad hebben aan de kleine Conqueror. Het is niet echt een review, maar ik heb hem toch wel veel gereden. Want ik hou echt van deze tank. Het is echt een van mijn lievelingstanks in de game. Het is echt fantastisch. En hier is de Conqueror. De Carnival bedoel ik. Dit was degene die voor de Conqueror kwam, maar ik vind dit echt een super tank. Maar goed jongens, dit was de video. Hoop dat jullie wat van hebben gehad. See you!